Maar heb je jezelf ooit in de fik gezet? Jawel. Vandaag ga ik hem tot last zijn. Dat is Henk. En ik ben vandaag Lasse. Henk, jij bent Lasse. Ja, nou, weet ik dat je met Lasse natuurlijk bepaalde dingen aan elkaar last. Nou, wat houdt Lasse nou precies in? Lasse is het verbinden aan elkaar van twee materialen door middel van warmte. Al niet gebruik maken van toevoermateriaal. En wat ga ik vandaag doen? Nou, straks in een paar hoeklasjes leggen, een paar grondlagen. En dan hoop ik aan het eind van de dag dat je het onder controle hebt, dat het een beetje kan lassen. Nou, dan gaan we laten beginnen dan. Ja, goed. Maar je moet eerst wel veiligheidskleren aan. Ik wil deze wel als overhandschoenen. Wat is dat? Afzuig. Ja. Oh, dus ik heb dat niet. Ik mag gewoon lekker stikken. Zo! Daar gaan we. Daar gaan we drukken meer in. Even kijken hoe ik het heb gedaan. Dit is Henk. En dit is Lonneke Marsmans, kan er niks van. Lastig. Hé, wat vind je nou zelf zo leuk aan lassen? Nou, je kan lassen onderdelen en compleet product maken. Ik heb ook 13 jaar scheepbouw gewerkt. Dus je komt alle dagen liggen de platen ijzer in het platenpark. En aan het eind van het liedje, de platen zijn op, heb je een compleet schip klaar. Ja. Maar heb je jezelf ooit in de fik gezet? Jawel. Echt? Ja. Wat heb je toen gedaan? Of ben je daarna verder gaan? Ja, amper overal aan. Gewoon doorwerken. Wat hier ligt is... een onderdeel van een reuzenrad. Maar jullie maken dus reuzenratten? Ja, in opdracht van het klant maken we die. Maar geeft dat niet heel veel verantwoordelijkheid? Want als jij het niet goed aan elkaar last, dan dondert dat ding in elkaar en dan vallen de mensen van heel hoog naar beneden. Dat zou kunnen, maar alle lassen wordt gerapporteerd. Ja. Dan moet je echt wel vertrouwen hebben in je eigen last. Ja, dat heb ik ook wel. Ik sta ook van mijn eigen last bij. Nou, we zijn even bezig. Tijd om een koffiepauze in te lassen. Dat is een hele slechte grap. Hey, als lasser moet je natuurlijk secuur en zelfstandig kunnen werken. Ja, klopt. Je moet heel veel oog voor detail hebben en technisch inzicht hebben. Ja. En de veiligheid voor jezelf moet je heel goed om denken. Je hebt het zelf al gezien. Hoeveel vuur eraf komt. Ja. Ja, we gaan gewoon even proberen dat dit dicht kan maken. Je legt hier je hand maar neer. Je trekt hem heel langzaam aan. Zwaait hem zo. Zwaai hem dicht. Dan krijg ik geen stroom. Nee. Nee. Kijk. Oh, dichter, 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 dichter. Kijk net lava. Dichter erbij, dichter erbij. Het ziet er best goed uit. Moment of truth. Ja, kijk. Hij heeft gewoon... Oh. Nou. Hij is gewoon helemaal aan elkaar. Ja, dit is het. Ik heb het goed gedaan, toch? Ja, dit is ook goed vast. Ja.